Professor Theo Edward Wong, een vooraanstaande geoloog en hoogleraar, is op 10 september in Nederland overleden. Wong, geboren in Paramaribo, leverde belangrijke bijdragen aan de geologie en mijnbouw in zowel Suriname als Nederland. Hij stond bekend om zijn baanbrekend werk, zoals het opzetten van het masterprogramma Mineral Resources aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en zijn rol in internationale geologische samenwerkingsprojecten. In 2023 publiceerde Wong zijn memoirs, waarin hij reflecteert op zijn veelzijdige carrière en de ontwikkeling van de geologie in Suriname. Zijn carrière omvatte sleutelposities in goud, bauxiet en olie-exploratie. En hij had een grote invloed op het geologische onderwijs in Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi heeft met droefheid gereageerd op het overlijden van professor Wong. Hij prees Wong als een grote zoon van Suriname, wiens werk een enorme impact heeft gehad op de ontwikkeling van de geologie en mijnbouw in het land. De president benadrukte dat Wongs nalatenschap generaties lang zal blijven inspireren. Wong bereikte de leeftijd van 78 jaar.